Vanavond zijn we begonnen met de aftrap van de bestrijding van de eikenprocessierups. En daar hebben we natuurlijk heel lang naartoe geleefd. En vanavond zijn we begonnen in deze straat. We zijn op dit moment gestart met het bespuiten van de bomen met aaltjes. Aaltjes zijn kleine wormpjes die zich zometeen ineten op de kleine jonge rups. En dan gaat de jonge rups dood. We hebben nog een ronde die we straks maken op de andere eiken. Dat is met de Xenthari, de bacterie. En dat wordt gedaan als ongeveer de helft van het blad aan een boom zit. Want dat middel wordt op het blad gespoten. En de rups die dan aan het eten is, die krijgt de bacterie binnen en gaat dan ook dood. De middelen zijn onschadelijk voor de mens. Het enige wat kan gebeuren is nu met het bespuiten van de bomen of met de aaltjes of met de Xenthari, de bacteriepreparaat, is dat de haren die in de boom nog zitten van voorgaande jaren of de oude nesten, die kunnen ze opwaaien en die kunnen wat irritatie gaan geven. Waarom beginnen jullie 's avonds? Aaltjes zijn UV-gevoelig en daarom moet het 's avonds en 's nachts. Dat kun je dus niet overdag doen, want dan gaat hij dood. En dan is hij al dood eigenlijk voordat hij de rups bereikt. We willen echt wel de overlast echt 60% tot 80% verminderen dit jaar. We hoorden net, het maakt best veel lawaai. Hebben jullie voor die tijd gesproken met bewoners? Overlast kan zijn. Maar we hebben al wel reacties gehad van bewoners van nou, prima die overlast één nacht. Als we maar in onze tuin kunnen gaan zitten deze zomer. Ja.